Hi, ik ben Tom Lassing, kleinbest.nl en nog een paar dagen bestuurder van de atletiekvereniging AVGM in Best. Ik ben hier bij Ben Saris, erevoorzitter van de atletiekvereniging. En ja, daar moet je toch eigenlijk wel iets voor hebben gedaan om erevoorzitter te zijn. Hi Ben, leuk dat ik hier mag zijn. En ik wil het heel graag met jou hebben over de historie van de atletiekvereniging. Wat heb jij allemaal uitgevreten in al die jaren? Ik wil eens terug helemaal naar het begin van de atletiekvereniging. Wanneer ben jij lid geworden van de club? Ik ben lid geworden op mijn 12e in 1960. En dus bestond de club toen 3 jaar. Ah. Dus dat is... Ik was 12 en via schoolatletiek ben ik op een gegeven moment in aanraking gekomen met de atletiekvereniging. Wat ik me afvraag, 3 jaar bestond die club, dan is dat allemaal nog heel nieuw. Wat had die club toen allemaal? Nou, toen ik ermee in aanraking kwam, toen hadden we een sintelbaantje sortiment tegen het Wilhelminendorp aan. Daar hadden ze van de slakken van de steenoven. Van de steenfabriek, daar hadden ze op een gegeven moment gruis van gemaakt en daar hadden ze een soort van sintelbaantje van gemaakt. Ik denk dat het 200 meter rond was en dat was de attitude. Er stond een gebouwtje op en ze hadden wat materiaal. Dat hadden ze, als ik het goed begrepen heb, overgekocht van de atletiekvereniging in Oorschot, die toen failliet was gegaan, een jaar of 2, 3 van tevoren. En daar hadden ze het materiaal van overgekocht voor een paar centen, zoals ik het ooit gehoord heb, maar dat weet ik niet zeker. Ja. Oké, okay. Maar goed, dat is toen begonnen op zo'n sintelbaan. Nou, begonnen ook niet. Okay. Ze zijn in eerste instantie ergens in de Oranjestraat bij op een veld van de familie De Spijker. Ah. Daar zijn ze in eerste instantie begonnen en al vrij snel daarna zijn ze dus op dat atletiekveld okay. terecht gekomen. En daarna? Daarna, nou, ik was amper lid. Mijn eerste wedstrijd. Dat was dan die schoolwedstrijd, maar de tweede, dat waren de clubkampioenschappen in september, ook in 1960. En daar hebben we de technische onderdelen, die hebben we op dat atletiekveldje gedaan. Maar voor de looponderdelen, de langere afstanden en zo, zijn we diezelfde dag verhuisd naar de hoofdkant van het spoor, dus in de Leenkuilen. En daar hebben we op een terrein waar nu de hockeyvelden liggen, daar hebben we toen onze 400 meter of 600 meter gelopen. Mm. Dus, en snel daarna zijn we dus ook totaal verhuisd naar naar de Leemkuilen. Oké, okay. En ja, we hebben nu een sportpark Leemkuilen, is dat hetzelfde? Ja, hetzelfde. Okay. Dus waar nu de hockeyveld, het achterste veld van het hockeyveld ligt, dus tegen de grachten aan de achterkant, daar hadden wij samen met de korfbal een veldje en okay. Er stonden ook een paar gebouwen en daar hadden we de atletieke accommodatie voor zover als je daarvan kon spreken, want het was niet veel. Nee. En hoe lang heeft dat geduurd, weet je dat nog? Nou, dat heeft in eerste instantie, ik denk dat we op dat veldje zaten een jaar of 8, 9, misschien wel 10, en toen zijn we uiteindelijk op het hoofdveld van Best vooruit, wat voorheen lag waar nu het trainingsveld van Best vooruit is, dus net bij de parkeerplaats en daarachter. Mm. Daar had Best vooruit het hoofdveld, was een stadionnetje met 3 trapjes hoog. En daar lag dus een grasbaan omheen. Daar hebben we, ik denk een jaar of, ja, tot 1993 zo'n beetje op, er lag een verspringbak en er lag een hoogspringbak. En dat was eigenlijk best een redelijke voorziening. Alleen, ja, we moesten het steeds delen met Best vooruit en dat was het probleem. In de periode dat we daar dan eigenlijk toch onze trainingsaccommodatie hadden, kwam nog wel eens een keer voor dat we tegelijkertijd op het veld stonden. Ja. Wat af en toe uitliep tot woede tussen bestuur. Ik zat niet in bestuur, maar ik zat... denk ik, als trainer was ik toen bezig en dat we wel eens een keer volop mot hadden als wij gingen speerwerpen en Best vooruit wilden voetballen. Ja. Dat ging niet goed.
En nou is in 1993 de nieuwe baan geopend. Kan jij vertellen hoe dat is verlopen? Dat is er niet zomaar gekomen. Nee, nee. Maar ja, dus door die omstandigheid dat we dus steeds... kwam eigenlijk ons ledenaantal dat ging steeds verder naar beneden. We hadden toen de tijd waren we eigenlijk alleen maar een vereniging met atleten die wedstrijden deden. En je zag hier en daar zag je zelfs al kunststofbanen, maar bijna alle clubs hadden een sintelbaan. En wij hadden dus een grasbaan. Dus wij drongen er toch steeds verder op aan om toch een betere accommodatie te krijgen. Want we zagen ons ledenaantal teruglopen. Dus we gingen dus naar Eindhoven of naar Vught toe en onze atleten omdat ze daar beter konden presteren. En beter konden trainen. En dus was onze vraag om een eigen accommodatie en dan ook in kunststof om die te bewerkstelligen. Dus dat, daar zijn we al heel lang. Ik heb toevallig pas geleden hier een beetje mijn oude spulletjes doorgekeken en als knul van 16, 17 jaar toen activeerde ik de pers al om erover te schrijven dat die accommodatie niet goed was. Maar uiteindelijk toen ik in ik geloof 87 of 88 voorzitter werd, althans voor de derde keer, maar toen wat definitief. Toen hebben we Leo van Staak en Bram Vlierman gezegd van nou, we gaan er echt voor, we gaan alles aan doen om punt 1, dat ledenaantal dat moet omhoog, want we komen met ik geloof 125 leden, komen we geen kunststofbaan verwerkt krijgen en betaald krijgen. Dus toen hebben we al allerhande activiteiten opgezet, ook om recreatieve atleten binnen de club te krijgen. En toen zagen we dus dat ledenaantal stijgen en toen door lobbyen bij gemeentes en of bij de gemeente en bij ambtenaren en iedereen die we konden, wethouders, ik ging alle feesten af en partijen waar wethouders ook waren. En Bram en Leo die zorgden intern dat het volop goed ging. En uiteindelijk, dat was een van de doorbraken denk ik, organiseerden we bij het 35-jarig jubileum de nationale grasbaankampioenschappen. En dat was een zwaar bezette wedstrijd. Althans, alle verenigingen die een grasbaan hadden in Nederland, die werden uitgenodigd en die waren er ook bijna allemaal. Ja. Want iedereen dacht van nou, we hebben een keer de kans om met gelijkwaardige trainingfaciliteiten en zo een wedstrijd te hebben. En we hebben een weekend wedstrijd gehad en alle voetbalvelden van Bert Fruit die stonden vol met tentjes van overnachtingen. Nou ja, echt, die kwamen van heel Nederland zijn ze toen geweest. Toen hebben we uiteraard de burgemeester en de wethouders en zo uitgenodigd om toch eens te komen kijken wat er mogelijk is als je een verzoenlijke accommodatie hebt om dat anders te doen als wat wij eenmalig met een nationaal kampioenschap konden. Nou, dat heeft denk ik toen toch wel wat ogen geopend, heeft toch nog wel een tijd geduurd. Maar uiteindelijk in 1993 was het zo dat we op onze eigen baan wedstrijd komen. Vier laans overigens nog maar op dat moment. Tenminste vier lanen rond en zes sprintlanen. Nou, het clubgebouw is een jaar later, want dat konden we net allemaal niet gefinancierd krijgen om dat in één keer te openen. Maar uiteindelijk 1993-1994 was toch de periode dat we eindelijk een fatsoenlijke accommodatie hadden. Ja, en dan is het nu 6 rond 8 sprint. Ja. Dat is 10 jaar geleden gebeurd, denk ik. Hè? Ongeveer, denk ik. Ja. En dan mogen we toch wel echt praten over een fantastische accommodatie. Ik denk het wel. Heel veel spullen. We hebben alles eigenlijk. Dus, behalve kogelslingeren, dat kunnen we niet. Nou, dat kunnen we wel als we dat zouden willen, denk ik. Maar het vergt veel van je grasvelden in ieder geval. Je kooi. Ik weet niet of die er 100% geschikt voor is. Nee, met name het gras natuurlijk. Maar het gras. Er zijn de meeste verenigingen waar geslingerd mag worden, dat is op een bijveld. Ja. Waar ze een aparte kooi hebben en een apart veld waar je dan op kunt slingeren. En juist een inslag van,
wegvallende kogel van 7 kilo. Dat is een stukje discipline is dat ook, want bij de vereniging waar het wel mag, daar rijden ze dus elke avond na de training een hoop zand over het veld heen. Mm. Dat doen de atleten dan zelf. Als je die discipline op een gegeven moment erin moet brengen, dan is dat niet zo gemakkelijk. Nee, goed, je mag altijd nog wat te wensen hebben. Te wensen, ja. Nee, verder is het, je kunt op een gegeven moment zeggen, tribune zou dat leuk zijn als je op een gegeven moment, je hebt wel eens wedstrijden dat het slecht weer is en dan zou het fijn zijn als mensen op een tribune kunnen zitten. Misschien is dat nog ergens ooit een wens wat je zou kunnen doen. Maar verder denk ik dat we een volwaardige accommodatie hebben met de mogelijkheid om toch de krachttraining ook bij jezelf te doen. Even terug naar het begin. Wij hebben een aantal bekers binnen de atletiekvereniging. Ja. En jij kent die mensen nog. Ja. Zo hebben we de Jacques van Eindhoven beker. Wie was dat? Jacques van Eindhoven, dat was de vader van een jeugdlid. Moet ik even diep terug in de tijd. Ik werd, toen ik denk ik in jaar 25, 26 werd, was, toen werd ik gekozen in het bestuur. Ik was een paar jaar daarvoor gestopt, zelf als atleet. En ik werd gevraagd of ik in het bestuur wilde komen. Nou, dat heb ik toen gedaan. En op diezelfde jaarvergadering werd de filiaalhouder van de macro toen de tijd, die werd gekozen tot voorzitter. En ik denk dat die goed 3 maanden voorzitter was en toen werd hij overgeplaatst naar ergens in Aalsmeer of zo, dat was ergens daar ook een macro zit. Dus die was weg en toen werd ik even rondgekeken van wie voorzitter. Niemand stak zijn vinger op. Dat wil ik wel eventjes doen. Ik zeg dan allemaal kijken hoe je dat we kunnen vinden. En toen vonden we Jacques van Eindhoven. En dat was de vader van Wilbo van Eindhoven. Wilbo die was jeugdatleet en zijn vader die stond langs de kant en als je het aan de mensen vraagt of ze iets willen doen, dan doen ze het wel. Ja. Als je het in het clubblad zet, dan doen ze het niet. Maar hij deed dat en het jaar 3-4 hard aan getrokken, was goed bezig. En die kreeg een hartstilstand na een jaar of 3-4. Toen, tijdelijk, omdat ik het alles eerder tijdelijk gedaan had, is goed, doe ik nog wel weer even. En bij de eerste, de beste jaarvergadering hebben we toen de Jacques van Eindhoven beker ingelast voor de, dan meen ik dat het voor het jeugdatleet is, of een atleet. Want we hebben ook die Joost Schout. Joost Schout, dit ook zo'n triest verhaal eigenlijk. Jo was de vader. Overigens een voormalig Nederlands kampioen 10 kilometer, cross geloof ik ook. Kwam uit Zeeuws-Vlaanderen, werkte bij Philips, studeerde althans in Eindhoven en is blijven hangen hier zo, woonde in Best. En zijn zoons en dochter die werden ook lid van GM en wij vonden Jo bereid om in het bestuur terecht te komen. En die zat daar ook, deed ook heel goed werk. En uiteindelijk ging hij met zijn zoons fietsen in Limburg. En die kreeg ook een hartstilstand op de fiets. En helaas niet kunnen redden. En was een jonge vent, kinderen. Dus dat verhaal was in en in triest. Ja. En om zo'n mensen te herdenken in je club, dat vond ik altijd maar een goede zaak om daar toch een stukje herinnering aan te hebben. Ja. Net zo goed als een van de oprichters, Bruce van Herp, destijds, die toen hij overleed op een gegeven moment de crosscompetitie, want Bruce was een fervent crosser toen hij actief was, maar liep ook nog jarenlang in de Joumenbossen rond. Dus op een gegeven moment hadden wij onze crosscompetitie voornamelijk in de Joumenbossen en toen hebben we onze crosscompetitie naar hem toe vernoemd. En zo dus, markante mensen die
die binnen de club veel betekend hebben en een stempel gedrukt hebben. Ja, die hebben we een beker. Jos Robbe, bijvoorbeeld voor de jury. Jos was een heel actief jurylid, niet alleen voor ons, maar de hele regio en zelfs in het land. Kende iedereen Jos Robbe als wedstrijdleider, als scheidsrechter. Dus die heeft, daar hebben we ook een beker naar vernoemd voor de juryleden. En zo zijn dus in de loop der jaren, Bram Vlierman natuurlijk met al zijn vrijwilligerswerk wat hij gedaan heeft in de club. Daar hebben we, en die leeft gelukkig nog, daar hebben we ook een beker naar vernoemd. Intussen is een beker nou genoeg voor de vrijwilligersbeker, geloof ik, Bram Vlierman beker. Ja. Voor de vrijwilliger die dus toch een keer in het zonnetje gezet wordt. Ja. Je kunt niet alle vrijwilligers elke keer in het zonnetje zetten, maar ja, die beker die staat dan dus uitgereikt aan iemand die staat voor 20, 30, 40, 50 mensen die eigenlijk allemaal. Ja, want het zijn de al die vrijwilligers die wij in de club hebben, dat is toch het goud in de vereniging. Dat is één beker waar zowel jij als ik op staan. Oh. En daar heb jij wat mee met de beker. Dat is de belangrijkste beker, de GM-beker. GM-beker. Vertel eens, hoe is dat ontstaan? Want je hebt er wat mee te maken. Nou ja, ik heb er wat mee te maken. Nou, een van de eerste keren dat ik dus ik moet vooraan beginnen. Ik kwam zelf als atleet, werd ik uitgenodigd toen ik in een jaar of 18, 19 was, door de districtsbestuur om op de jaarvergadering van District Zuid te komen. En daar kreeg ik een beker uitgereikt voor de beste jeugdprestatie, geloof ik, in dat jaar. Van dus Brabant en Limburg. Ja. Maar er werden een hele rits bekers uitgereikt. En dat vond ik eigenlijk best wel, daar werden dus mensen geëerd die dus ergens mee bezig waren geweest. En dat sprak mij erg aan. Ik denk, wat moeten wij als we. Nou, toen was ik dus een keer weer voorzitter. Ik ben 4 keer voorzitter geweest. Maar steeds voor een korte periode. En als ik dan weer iemand anders gevonden had, dan was ik weer weg. Tot 88. Maar toen ik dus voor de tweede keer, geloof ik, of misschien wel voor de eerste keer, de jaarvergaderlijn zei van, we moeten ook aan een beker. En dat was dus de GM-beker. En dat was dus voor iemand die zich dus voor langere periode zeer verdienstelijk gemaakt had binnen de club. Vond ik, dat is de eerste beker die we hadden. En het succesieve, ik geloof dat we er op het ogenblik stuk 7, 8 uitreiken per jaar. Maar dat was de eerste beker. Maar omdat ik die dus zelf eigenlijk in het leven geroepen heb en daarna hele periodes voorzitter was en zo, was ik altijd de laatste die daarop mocht komen staan, vond ik zelf. Want er waren toch wel mensen die net zo hard ook beter verdienden dan ik. En ik was intussen al in een veel te vroeg stadium, denk ik, erelid geworden en erevoorzitter. Dus dat ging aan mij bij. Tot 2 geleden, toen ik eigenlijk bijna niks meer deed, dat ik voorgedragen werd voor die weken. Dat was wel heel verrassend. Ja. Nou, mooi gedaan. Beker die je zelf ingevoerd hebt en dat je hem uiteindelijk na 20 jaar, misschien nog 40 jaar. Ik denk wel 40 jaar. Ja, dat heb je dan zelf ook uitgereikt. Hij is van harte gegund. Nog even iets anders. Jij hebt al verschillende keren gezegd toen ik nog atleet was. Jij bent niet onverdienstelijk atleet geweest. Wat zijn zo wat prestaties die jij bereikt? Ik heb in eerste instantie ben ik de eerste, als junior draaide je hier in de regio mee, maar op een gegeven moment ga je dan dus wat verder zoeken. En zeker in die tijd, want kijk tegenwoordig, de vaders en moeders die rijden stad en land af met de talentjes om op een gegeven moment een goede wedstrijd te hebben, maar dat was vroeger niet,
Wij kwamen in Eindhoven en in Helmond en veel verder als junior in ieder geval niet, maar althans als jeugdige. Maar op een gegeven moment viel het dan toch wel op dat je redelijk mee kon en ging je eens een keer in Rotterdam naar een wedstrijd waar wat de tegenstand wat feller was. En uiteindelijk, mijn beste wedstrijd vond ik, of als junior zijnde althans, dat waren de Nederlandse tienkampkampioenschappen, meerkampkampioenschap, tienkamp. En het was voor het eerst dat de junioren een tienkamp hadden. Daarvoor was het altijd een negenkamp, want toen mocht er nog, ik geloof, geen 400 meter gelopen worden. En dat was voor het eerst. Dus ik was, en dan werd ik Nederlands kampioen op de tienkamp. Okay. Als eerste Nederlands kampioen tienkamp bij de junioren. Is altijd, dat vond ik wel meest interessant. Maar in datzelfde jaar werd ik tweede bij de Nederlands kampioenschappen verspringen en met kogelstoten ergens geloof ik ook nog derde. En werd ik uitgenodigd om mee te gaan naar de Koninkrijksspelen op Curaçao. Was toen de tijd een jaarlijkse uitwisseling met Suriname, Curaçao en Nederland. Of de Nederlandse Antillen eigenlijk en Nederland. En dat roleerde. En het jaar dat ik uitgenodigd werd, was in Curaçao. Dus dat was een leuk wedstrijd. Daarna, als senior, ben ik nog, las ik toevallig ook nog tweede geworden op de Nederlandse tienkampkampioenschap. Dan hadden ze hele hoge verwachtingen dat ik wellicht het record van Eve Kamerbeek nog wel eens ooit zou kunnen aanvallen, en ze zijn nooit van gekomen. Want een tienkamp vergt erg veel tijd om daarop te trainen en ik werkte, ik had een baan. Maar uiteindelijk ben ik dus gaan verspringen, eigenlijk gespecialiseerd alleen in verspringen. En daar heb ik in 70 en 71 ben ik daar indoor en outdoor Nederlands kampioen geweest uit verspringen. Okay. Dus en toen had ik in mijn bol van misschien in 72 Olympische Spelen München, maar dat is niet doorgegaan. Helaas. Ja, had ik wel. Dus 72 Olympische Spelen niet gehaald, helaas. Maar goed, toen ben ik gestopt. Maatschappelijke carrière en trouwplannen en zo, dus ik ben een paar jaar een beetje nog gevoetbald om uit te trainen. En vrij snel daarna werd ik dus gevraagd om in het bestuur terecht te komen. Ah. Dus dat is eigenlijk de beginperiode en als atleet zijn de top. Dat is dus geschiedenis, ja. We hebben toen het 50-jarig jubileum. Dan eventjes ook hier houden, 50-jarig jubileum. Toen is er een heel mooi boek geschreven en daar heb jij wat mee van doen. Ja, daar ben ik. Toen werd dat. Toen was ik voorzitter. Nee, was ik voorzitter? Was ik nou voorzitter? Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik was net met vervroegd pensioen gegaan en toen had ik de tijd en toen werd er in de jubileumcommissie van het 50-jarig, om dat te vieren. Dus. In die commissie werd gevraagd van, hebben we de mogelijkheid om een jubileumboek te maken? En toen ben ik samen met Henk van Hak en Leo van der Staak aan het Grasduin geweest. Leo in zijn archief en Henk ook op geheugen en ik op geheugen. Wat er zo'n beetje allemaal gepasseerd was de afgelopen 50 jaar. En dat hebben we vastgelegd in een boek. Ik denk dat, want het was budgetair denk ik toch nog wel een duur boek, maar goed, het is gedrukt en er staat eigenlijk de hele geschiedenis de hele geschiedenis van de eerste 50 jaar. Zeg je goed, de eerste 50 jaar, daarna is er bij het 60 jaar jubileum is er een aanvulling gekomen, de 10 jaar daarna. Okay. Dus ik neem aan dat rond het 75-jarig jubileum dat er nog weer een aanvulling komt. En zo is die geschiedenis van GM aardig vastgelegd, maar wat ik vooral miste was dat eerste deel van die banen in de tijd, die Sintelbaan. Ja, dat zat er wel in. Dan heb ik daar niet goed over gelezen.
gelezen, maar daar miste ik nog informatie. Dus ik had zoiets van, ja, ik wil jou in ieder geval ook gesproken hebben, maar ik vind het ook leuk om ook beweegbeelden te zien, zonder dat je dat alleen maar leest. Dus wat dat betreft fantastisch. Nou zijn deze boeken aan de leden verstrekt, verkocht. Ik weet niet hoe dat is gegaan. Er zijn er nog maar een paar. Bestuursleden, zolang ze er zijn, krijgen bij hun aanstelling, krijgen ze dit boek. Dat weet ik toevallig, want ik zat erbij toen. Maar ja, ze zijn bijna op, vrees ik. Maar ben je lid van de atletiekvereniging en wil je zo'n boek hebben, dan zou je de voorzitter daarover moeten vragen. Ik neem aan dat deze nog wel voorradig zijn. Maar als je dus lid bent van de club en je wilt dit hebben, dan moet je daar snel voorbij de voorzitter zijn. Ben, dankjewel voor het gesprek. Ja, ik vond het leuk om het zo over de geschiedenis van de atletiekvereniging te hebben. Ja. Wie weet komt er nog eens een keer een vervolg dat we nog weer boven gaan. Je moet eigenlijk op dinsdagavond, dan zitten we met een aantal oude rotten, zitten we aan de stamtisch. Ja. En daar komen regelmatig oude verhalen. En ik geloof, ik weet niet of het erover gesproken wordt, maar bijvoorbeeld toen wij dus op die accommodatie op de linkerkant tegen die gracht aan zaten, als het warm weer was bijvoorbeeld, dan gingen we discus werpen, maar dan gooiden we expres een discus in de gracht en dan konden we dus even gaan zwemmen. Ja. Of althans die discus opzoeken, dus, want we mochten dat natuurlijk niet, maar er ligt een discus in, dus die moeten we even opzoeken. En dan vonden we meestal ook wel weer terug. En dan was het goed, maar dat soort verhalen, maar ook hoe dat we dus hebben gestund met accommodatie en met krachttrainingen en zo. Het is onvoorstelbaar hoe dat we in die periode moesten improviseren om iets te bereiken ten opzichte van wat er nou aan accommodatie ligt. Dus het is wel wat veranderd. Ja, dus dinsdagavond, dan moet ik even een camera aanrijden. Ja, ik weet niet of ze daar allemaal zo van gediend zijn, maar er worden vaak, of tenminste met enige regelmaat, worden daar oude verhalen ook gediept en verteld en gelachen. Leuk. Nou, dankjewel. Oké. En tot de volgende keer. Ja. Zullen we eens even kijken? Ja.